Dag dames en heren, we hebben vandaag te maken met Spaanse hitte. Het is ontzettend warm buiten, maar de luchtvochtigheid is wel relatief laag. Zo tussen de 15 en de 20% op veel plaatsen. Dat betekent dat het niet heel broeierig aanvoelt. Echte Middellandse zeehitte, zoals we dat noemen. Wat ook nog meespeelt, is dat de lucht niet helemaal strak blauw is. Op de satelliet zien we een hele lichte waas over onze omgeving hangen. Dat wordt met die zuidelijke stroming naar ons land geblazen en dat bestaat uit een stukje Sahara-stof, maar ook rook afkomstig van bosbranden uit Frankrijk. Nou, het hindert de zon niet heel erg, maar je ziet wel buiten dat het niet helemaal strak blauw is. En de temperaturen gaan als een speer omhoog. Dit was een kaartje net voor het middaguur en dan zien we dat in Zuid-Limburg al de 35 graden is overschreden. En op de meeste andere plaatsen is het ook al 30 graden of meer geworden. Nou, daar komt uiteindelijk nog een graad of 4-5 vanmiddag bij. Dat zien we ook op de kaart voor Nederland voor vanmiddag. Zon overgoten, temperaturen van 34 graden in het noorden van het land tot lokaal 39, misschien wel 40 graden in het zuiden van Limburg. Maar ook Zeeuws-Vlaanderen is kanshebber voor een lokale 40 graden. Dat komt namelijk omdat de warmste luchtsoort, de warmste bovenlucht, ligt eigenlijk over de westelijke helft van het land. De temperaturen in het westen doen dus vanmiddag vrijwel niet onder voor het zuiden en oosten van het land. Op heel veel plaatsen zal de grens van 37, 38 graden worden gehaald en wellicht ook worden overschreden. Nou, daarbij staat maar heel weinig wind. Of het ook echt tot records komt? In het westen van het land denk ik wel, in elk geval regionale records. Of het landelijke record van 40,7 graden uit 2019 ook sneuvelt, dat waag ik echt te betwijfelen. Ik denk dat de lucht daarvoor net niet warm genoeg is vandaag. Nou, vanavond zien we dat het zonnig blijft en het nog heel lang warm. Het is nog heel lang warm. Temperaturen rond zonsondergang, en dat is omstreeks 9:30, nog van tropische waarde tussen de 30 en de 34 graden. Ik wens u een prettige dag.